Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En ja, je kunt het al zien, we zijn onderweg. En ik ben inmiddels al met een, ja, ik wou zeggen een oude bekende, maar een vertrouwde inmiddels. En wat komt daar voor mij in scheur? Vat er mee. Nou, in ieder geval de motor al omhoog snel voorbij. Wat gaan we doen vandaag dan, Michael? Ja, we hebben vandaag een extra late dienst, noemen we dat. Dus vanaf 5 uur tot 2 uur vannacht. En voor de rest is het mooi weer. En ik zie wel trouwens dat ik echt binnenkort naar de kap moet. Veel te lang, Michael. Ja, ik, jij bent al geweest laatst, hè? Ik was weer een van de eerste, gelukkig. Een van de eerste. Hé, hey, ja. Wat is nou? Er staat een auto midden op de weg. Laten we eens even kijken. Goed? Daarom, goed, goed. Ja, weet je iets? Rem, rem iets naar voren. Is goed. Er staat niemand op de weg. Oké, heel fijne dag. Je rijdt door het rood. Rijdt door het rood, ja? Ja. Hey, krijg voor de snelle, krijg je in de bekeuring. Ik ben niet als ander verplicht, maar wil je daar een verklaring voor afleggen? Rij achter mij dan. Ik heb jou niet gezien. We komen al achter jou op het moment dat we vanaf het Gooilaan aankomen. Deze kant op eigenlijk. Dat meneer met zijn mobiel in zijn hand aan het rijden was. Nee, de reden van staanhouding. Is dat u een mobiel pakt houdt tijdens het rijden? Nee, dan ben ik niet echt een stopfoutje rijden. Hier. Hallo. Met de staanhouding. Dank u. De reden van staanhouding is dat u met de mobiel aan uw oor zat. Komt de reden hebben. De bekeuring wordt naar uw huisadres gestuurd. Achterop de bekeuring die je thuis krijgt staat hoe je in de zwaar kan gaan. Oké, anders zit een fijne dag. Dat het stekkerstuk is. Ja. Deze twee. Maar die auto die rijdt aardig door. Hebben jouw snelheid gemeten? Ik weet niet of een collega al had verteld dat we je snelheid gemeten hadden. Ja, 120. We gaan een correctie vanaf, wordt het 114 voor ons voertuig. Dan gaat nog een wettelijke correctie af en dan zit je boven de invordering. Dat houdt in dat je je rijbewijs is ingevorderd bij deze. Maar hij gaat naar de officier van justitie en de officier van justitie die gaat bepalen hoe lang je rijbewijs wordt ingevorderd. Dat was kort maar krachtig. We zaten eventjes aan het bureau voor de maaltijd. Er kwam er een melding binnen dat collega's hier van volgens mij Utrecht Centrum, als ik het goed gezegd heb. Even allerlei nummers door elkaar. Die waren onderweg voor een aantal winkeldiefstallen verdachten op te halen bij de winkel.
En even dacht ik ging er vandoor. Ja, oké. Dat is een achtervolging geworden. Ja. Het is een achtervolging geworden waarvan één verdachte is in de winkel achtergebleven bij de beveiliging, geloof ik. En de andere verdachte is hier gaan rennen. Waardoor er meerdere eenheden werden aangestuurd. En uiteindelijk kon hij heel snel worden aangehouden hier. Dus die wordt meegenomen naar het bureau. En zijn maatje wordt nu, of de andere verdachte wordt opgehaald aan de winkel waar de diefstal gepleegd is. Even door. We krijgen wel eens weer een volgende melding. Of nou niet echt een melding. De collega staat dus juist hier in het Oog en Al park. Achter een motorscooter aan. Die zijn vandoor gegaan met een korte achtervolging, maar die is door de paaltjes gereden. Dus wij proberen nu kijken aan de andere kant van eigenlijk Oog en Al park. Of we misschien mogelijk nog ergens tegenkomen. Wel een kenteken is bekend, dus dat scheelt weer iets. We gaan even zoeken. We zijn inmiddels met twee eenen ter plaatse bij een controle van collega's. Die hadden drie personen staan naar aanleiding van een overtreding. De heren kregen hier een procesverbaal voor en waren het niet mee eens. Voor de veiligheid en omdat de heren zich toch kennelijk enigszins begonnen te misdragen, voegen de collega's ondersteuning bij. Nadat de ondersteuning geweest is, hebben de drie heren een procesverbaal gehad en is gaat iedereen weer met vervolg. Drie hoog, oké. Okay. Zijn er nog mensen in die woning? Allemaal even naar buiten, jongens. Niet goed voor je longen. Even toe. Boven zijn hier beneden aan, dat valt mee. Hè? Ja. Komt u verder. Er zit nog één meneer binnen, die heb ik al een paar keer gevraagd of hij naar buiten wil, maar hij blijft ook in naar binnen lopen. Dus, hallo. Daar is meneer. Ventileren nu de woning even. Ja. We zetten nog even een ventilator hier. Ja. Dan proberen we, want er zit nog een bouwlaag boven, even kijken of we een beetje ook daarboven de lucht kunnen ventileren. Ja. Ja, helemaal goed. Het brandje was zelf al uit als het goed is, ja, zeiden ze. Ja, ja. Oké. Okay. Wel een pan op het vuur en... Oké. Okay. Gaan wij ondertussen door richting een melding, of niet echt een melding. Een collega staat bij een locatie waar ze eerder een aantal verdachten hebben aangehouden naar aanleiding van een achtervolging. Waarbij een van de verdachten te voet is gevlucht en die heeft in het water een aantal spullen weggegooid. Nou, de verdachten zijn inmiddels aangehouden en overgebracht naar het bureau. Maar de brandweer is opgeroepen om te kijken in het water of ze nog een aantal van die goederen kunnen vinden die in het water gedropt zijn. Daarna links afslaan. Dat is ook een spel van Hooiberg.
ik weet daar al een kop in staat. Maar de melder die zoals wel een door het park heen zijn gegaan. 42 graden. Ja, korter. Ik weet niet of ze bij elkaar zijn. Kan jij twee meekijken, Anders? 41-45, over. Deze twee? Dat zijn er één keer het element even oplezen. Degene met de witte grijze legerbroek, die is staande. De andere is 25 jaar, 1,70, normaal tot figuur, rode jas, rugzak. Ja, dankjewel. Oké, dankjewel. Ja. Okay. Alsjeblieft, hè. Duidelijk. Dankjewel, hè. Kijk, die gasten in een bosje liggen. Het is kennelijk een bouwterrein en daar lopen wederom personen. Hey, dat valt wel mee, maar ik had net het idee dat ik ergens een hele aardig niet gehoord dus vandaag. U gaat mee naar Naaldijk, correct? Hallo, schuifleegtomaat zien we beide. Landhuis, het stad, hebben we twee personen staan van die mogelijke mishandeling, OC. Wie is die tas? Van de mogelijke mishandeling, ja. Wat heb je erin? Ik ga even kijken wat je erin hebt zitten. Broden. Begrepen, okay. ND4435. Hebben jullie ruzie gehad net met iemand of niet? Ik heb geen mes, jongens. Ik zou daar even rekenen. Oké, want ik ga jullie even op basis van de wet wapens en munitie ga ik jullie fouilleren. Dus als je wat nu bij je hebt, zeg het gewoon. Mag ik dat betrokken niet melden? Weet ik niet. Nou, zoektocht in het park treft uiteindelijk de twee juiste heren aan. We controleren beide heren of ze in bezit zijn van wapens, dan wel de voorwerpen waar mogelijk de mishandeling dan wel de straatroof gepleegd zou zijn. Nou, uiteindelijk treffen we beide heren niks aan. Proberen we ook meerdere malen nog steeds contact te krijgen met de melder dat helaas ineens kennelijk niet meer lukt. Ja, dat maakt het voor ons heel lastig om nu juridisch een zaak te hebben. Dus we kunnen ook de twee verdachten, het is te weinig om aan te houden. We noteren wel alle gegevens van de personen. Mocht er op een later tijdstip meer info bekend is, dan weten we in ieder geval wie het zijn. Uiteindelijk hebben we ook nog van de getuigen een soort looproute gehad van de mogelijke twee verdachten. Dus Michael loopt even de looproute nog af om te kijken of daar nog voorwerpen zijn weggegooid. Goedendag, politie. Lennart. De M352, mooi nog. Goedendag, politie. Gaat alles goed hier? Natuurlijk, kan mijn zoon slapen. Beneden? Ja. En zij zeggen weer boven? Ja, wat? Kijk wat nu precies. Maar gaat alles goed? Ik heb hier geen reden van. Goedendag. Rob. Oh, alles goed? Ja, we zijn met z'n tweeën, maar wel een beetje schok van de politie. Echt? Ja, man.
Hé, mijn andere vraag, hadden jullie net muziek op of zo toevallig? Ja, klopt. Klein beetje. Ik kreeg namelijk een melding dat er geluidsoverlast van muziek was. De mensen aan de flat. Ja. Vandaar dat we even komen kijken. Oh, ja, snap ik. Hey, mag ik voor de volgende even bij de iets van licht gaan wassen? Ja, tuurlijk. Ja, al die bierflesjes overal en nergens, want ook hier in de bosjes liggen ze allemaal al. Als we hier straks, want we hebben tot 2 uur hebben dienst. Als ik hier net voor 2 uur weer langs rij, dan is alles netjes opgeruimd, anders kregen jullie wel een bekeuring, jongens. Ja, dat is wel een, het is wel een beetje een zootje. Ja, dat kan ik betalen, dus om 12 uur staan we op. Heel goed. Jojo. Kwamen jullie net ook uit het park of niet? Ja. Horen jullie ook bij die twee heren daar? Ja, we waren met z'n chillen. Ja. Zij moeten die zooi opruimen voor ons. Ja, dat wil ik ook wel doen. Dus misschien moet je ze even helpen. Dat zou wel heel fair zijn, toch? Nou, als jullie ze gaan helpen, dan gaan wij even verder. Oké. Als het geen probleem is, dan gaan we nu naar ze. Zeker geen probleem. Dat lijkt me voor hun wel fair. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, top. Is iemand die Nederlands spreekt? Not allowed to have open fire. De rest van de avond, zoals je kon zien, hadden we veel meldingen. Geluidsoverlast die wel snel in de kiem konden, smorgen, zo maar te noemen. Daarna hadden we nog een prio 1 melding dat er ruzie in de woning zou zijn. Uiteindelijk ter plaatse viel het gelukkig allemaal mee, bemiddelend opgetreden. En dat was het eigenlijk weer. Zijn we het einde gekomen van deze dienst, het einde gekomen van deze video. Dus ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Laat nog even een duimpje als je het niet gedaan hebt. Abonneer. Zie ik je volgende week zondag bij een nieuwe video. Later.